maken van de obstructie. Je ziet aan de rechterkant al gele boeitjes liggen. Boten mogen daar niet overheen varen. Dat komt omdat we binnenvaartschepen varen en de Rijkswaterstaat wil niet dat de boten te ver in beeld varen. En hij probeert hier in Williams daar aan zijn rechterkant te houden. Dat is niet helemaal gelukt. En Williams probeert, zal nu proberen om Bichard over de startlijn heen te brengen. De start kan hier weer afvallen en waarschijnlijk grijpen zetten. Dan zullen de boten naar de startlijn gaan varen en op 20 seconden gaan. Ik verwacht dat Williams hier omhoog steekt. Gaat van start zo in de blauwe boot, noemen we dat. Er zit een blauw vlagje aan de achterkant, maar hij vaart natuurlijk in de Honda boot. En Gilmore aan de andere kant in boot nummer 1 met het gele vlagje. Gaat hij overstag en probeert Richard vuil in te geven. Dat betekent dat Williams denkt dat er aan de rechterkant van het veld meer wind zit. Hij zorgt ervoor dat Richard naar de linkerkant moet. We zullen zo zien bij de bovenmoeder dat voor Williams moet uitpakken. Dan lijkt daar een mooie vlaag op te pakken aan de rechterkant. Thank you.
krijgen en uit te lopen op Jacques, die daar nog het heeft op zijn jackpot. Dus nu voor de duidelijkheid, het koppeltje Williams-Richard moet nu voor de tweede keer omhoog en die gaan naar de, of derde keer omhoog en die moeten naar de witte boei. En het andere koppeltje, het koppeltje van Canfield en Gilmore, die moeten nog steeds naar de zwarte boei. Terug is in de wedstrijd, maar het is toch op lang, helemaal achterlang.